Hoi en leuk dat je naar een nieuwe video. Het is vandaag maandag. En ik ga zo op vakantie naar Aruba. Ik ga zo naar het vliegveld. Klein beetje haast, vandaag heb ik nu al weg namelijk. Maar ik ben natuurlijk weer een beetje langzaam. Maar ik zie nu dat mijn haar van de achterkant echt tweeënvleizig is. Boeien. Maar goed, ja, ik ga dus naar Aruba. Samen met Charlotte. Ik heb er super veel zin in. Maar ik moet nu even haasten. Dus ik ga even snel mijn tas verder inpakken. En dan naar het vliegveld toe. Dus heb ik nog een video aan het uploaden. Dus. De auto van mijn vader. Die gaan we even naar Schiphol brengen. We zijn even langs de apotheek gereden. Omdat ik nog even mijn medicijnenpaspoort op moest halen. Want ik was die van mij kwijt. Dus ja. En we hebben even mondkapjes op. Omdat... mijn vader voelt zich niet zo lekker. Geen corona, maar... You never know. Ja, we willen gewoon eventjes niet dat ik verkouden word of zo daar. Dus even gewoon het zekere voor het onzekere mondkapje op. Hè, pap? Zeker. Ga je me missen? Enorm. Oh. Enorm. Maar goed, ik heb dit aan. Setje is van... waar staat het nou? Bayou. Met het shortje en ik heb ook nog de lange joggingbroek mee voor als ik het koud heb. En dan heb ik een oversized blazer en Balenciaga's aan. Dus ja, wij gaan nu even rijden naar Schiphol en dan meet ik daar met Charlotte. We zijn op Schiphol. En de muziek is lekker hard hier. We zitten bij de Joni Juice. Nou goed, we gaan lekker eten. Achter de rug. Even een roomtourtje. Ik ga een roomtour geven, jongens. Je komt dus hier binnen. Heel nice. Ik doe gelijk wel die deur op slot, hoor. Nee, ik wil even bij zijn man kijken. Oh ja, dat kunnen we inderdaad nog wel even doen. We hebben een lijp chille koelkast ook. Helaas niet gevuld. Het valt dan toch altijd weer even tegen. We hebben gewoon een keukentje. Heel chill. We hebben hier echt gewoon een lekkere area met een bed die echt heel lekker ligt. Nou, gewoon dit. Heel chill. Daar hebben we daar Charlotte. Die krijg je erbij. Gratis over niks. Spiegel. Spiegel. Badkamer. Spiegel. Een douche. Toilet. Dus dat. En dan is dit onze view. Op een van de zwembaadjes. Dus ja, en we gaan dus even lekker naar het strand ook kijken. En het is dus nu in Nederland 11:45. En hier 17:15. En hier 17:15. En ik moet ook zeggen, ik ben nu niet meer moe. Jij? Jij bent aardig moe, hè? Nou, als ik nu ga tukken, dan tuk ik. Dan tuk ik ook wel lekker. Maar dat gaan we niet doen, want dan ben ik vanaf de 2 uur wakker. Hey, we gaan even party hardien. Hier zijn. Alleen het kut is dat ze hier dus andere stopcontacten hebben. En dat je hier wel een USB-ingang hebt, maar die heb ik niet. Want ik heb een zo'n andere iPhone-lader en daar zit dus geen USB. Oh my god, we kunnen onze dingen Bluetooth doen op de box. Wat? Denk ik, onze telefoon. Oh, dit wel. Oké, goed, we gaan even chillen hier. Heerlijk. Alright guys, we are at Pino's now for dinner. Het is nu hier 7 uur, in Nederland is het nu 1 uur s'nachts. Ja, ik dacht, het geeft wel toevoeging. We zijn even bij... Ik weet niet dat je er bent. We zijn moe, nee. We zitten bij een van de restaurantjes van dit resort. We zitten trouwens bij Divi Dutch Village. En daarbij hoort er ook nog gewoon Divi Resorts, Divi Golf dinges en Tamarijn ofzo. Dat hoort er ook nog bij, hoor.
Ja, we kunnen er wel eten. Ja. Je mag van alles gebruik maken. Je mag van alles gebruik maken. Die vuur is sowieso alles bij elkaar, maar van Marijn weet je niet waar het zit. Maar het ziet er allemaal hetzelfde uit de kamer zo. Dus ja. Als je er langs, of alleen die stranddingen zo. Die stranddingen, Marijn, ja, dat zou wel goed zijn. Maar we zijn hier dus nu even snel een hapje eten. En dan gaan we zo meteen. Thank you. En dan gaan we. Thanks, Life. Thanks, Bye. En dan gaan we zo meteen. Thanks, Life. Wat teruglopen. Dit is de bar. Dit is de bar. Nou, we hebben nachos. En tomaten. Dit. Oh, lekker. Ja, doe. Alles ook in het midden gezet. Smijten. Smijten. Thank you very much. Thanks, wifey. We made a new best friend. Oké, eet smakelijk. Doei. Nou, goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En dit is onze eerste echte dag hier. Het is 7:15. Het is echt heel vroeg. Alleen, ja, we waren gewoon al wakker en we konden niet meer slapen. Dus we dachten, weet je, we gaan gewoon alvast lekker ontbijten, want we kunnen al ontbijten. Even een snelle fitcheck. Wat heb je aan? Topje van de Zaar. Broekje van de Zaar. Wat was het? Ah, leuk. Ik heb een jurkje aan van Bayou en bikini, of course, ook Bayou. En we gaan nu dus even lopen naar... Oh, hier zitten ook allemaal mensen te ontbijten. Waar? Ja, voor je neus. Nou, dit is dat tamarijn. Tamarijn, ja. Oh, huh? Nou, we gaan even kijken waar we kunnen ontbijten. Nou, we hebben allebei wentelteefjes. Hè, teef? Lekker, man. Je moet weer eens maar zien. Ja, we will see. Bye. Wij hebben de hele dag op het strand gelegen. Ja. Oh, ik heb echt een zieke blaar op mijn voet. En dat is echt pijn. Ja, er zit ook best wel op. Oh, ik vind niet goed. Jawel, maar het doet gewoon pijn nog steeds. Want er zit echt boven op mijn teentje. Dat is echt heel kut. Maar we gaan sporten. Dit is mijn sportoutfitje. Ik heb dus geen andere schoenen mee. Dus ik heb mijn Balenciaga's aan, maar... Ik heb dus een blaar van slippers om mijn kleine teen. En het stukje zit precies op mijn schoenen ook echt op een kutstuk. Dus dat wordt wat. Jongens, we hebben gesport. Oh ja. Ja, het is echt koud nu. Beter. Lekker water. Oh my god, helemaal kapot. Helemaal kapot. Hoho, lekker ja. Koud. Ja. Nou jongens, wij gaan nu even snel naar het winkeltje toe. Zo, ik heb helemaal zweepplek hier. Naar het winkeltje toe om even wat lekkers te halen. Lekkers te drinken. Ik zag Pringles staan. Ik denk dat ik die Pringles mee ga nemen. Nee, gesport. Ja, daarom. Het gaat toch om de balans? Ja. Gesport. Nu kan ik mijn zak M&M's weer optrekken. Waar is je? Daar. Oh, daar. De zak M&M's. Dat kan weer open. Nou jongens, wij zitten in de taxi. Er stond er toevallig eentje bij te halen. Dus hey. Inpakken, hè? Wil je die raam een beetje naar boven? Ja, kan dat. Oh ja, toch. Ja, dat kan. Ja, ja, dat kan. Ja, dat haar voor mij vliegt altijd alle kanten op. En ja, wij gaan nu lekker eten bij... Waar gaan we nou eten? Asian... restaurant en lounge. Nog iets. Lounge. Nou, iets als er plek is. Ik zie ook wel weer gebeuren dat als we daar aankomen dat ze vol zitten. Ja, maar goed. Ik weet niet. Maar andersom, daar zit er toch genoeg. Ja, daar zit er sowieso genoeg. Dus zo. Komt goed. Het lijkt nog steeds wel genest. Maar het ziet er nog steeds een beetje gek uit.
Goed, het is vandaag woensdag. En we are ready to go. To go get breakfast. Met Eduardo's. And then, breakfast. En dan go to the beach. Zo leuk. Nou, we zijn op het strand. De camera weer zo vies. Ja, nou, hij doet gewoon allemaal hele dingen. Op. Of niet, dit? Ja, komt omdat ik dat dingetje telkens... We zijn dus op het strand. Het regent. Het regent. Maatje. Ja, het regent. Het regent gewoon echt. Hard ook. Ja. Oh, gadverdamme, nee, dat bedje. Right. Het onweert ook. Dus ja, welkom aan deze vlog. Een nieuwe video. Nou, ik zie die donkere lucht. Die wordt niet minder hoor. Maar het ziet er uit helemaal niet. Gezeik. Gefucking gezeik. Oh, ze heeft nog eens van gering. Nou jongens, het was dus echt... bagger weer. Het bleef maar regenen, dus we dachten, we gaan gewoon lekker weg. Dus we hebben een taxi teruggenomen naar ons hotelletje. En wij zijn nu ons weer aan het klaarmaken. Of althans even snel het omkleden. Even snel het zand eraf gespoeld. Wij gaan nu naar de mall. Ja, bij mij is dat toch ook overal van. Plekken waar ik niet wist dat het zand kon zitten. Wat zeg jij? Ja, schat. Ik heb dit aan. Van de Mango. Een jurk. Nou jongens, we zijn in de Renaissance Mall. En we hebben gegokt. We zijn naar het casino geweest. Ik heb nog best wel wat gewonnen. Hè? Dus daar kan ik vanavond lekker van gaan eten. Oh, je kwartier. Mag lopen. En ik heb een cadeautje voor mezelf gekocht. Een armbandje, maar ik zal hem later nog wel even goed laten zien. Unboxing. Maar we gaan nu even hier naar Starbucks. En dan even bijkomen. En dan gaan we daar waarschijnlijk nog een keer een cafeetje in. Ik ben nog in twijfel. Omdat ze deze meid nog in twijfel is. Dus we willen wel even zeker... weten. En dan gaan we nu eerst even naar Starbucks dus. En dan gaan we daardoor even kijken wat we verder allemaal kunnen gaan doen en kunnen uitvoeren vandaag. Nou, wij zijn weer terug op de kamer. En we are going to do an unboxing. Unbox time. Blijf dit staan zo? Ja, want Shore heeft die van haar gelijk om. Ze heeft echt een amazing ring. Zullen we even laten zien? Ja. Kan je het zien? Oh, dat doet hij niet. Oh shit. Kijk. Wowie. There it is. Oh, there it is. En I have a bracelet. Deze, die wou ik al heel lang. Hij is gewoon zwart. En dan heb je van die ringetjes. En dan heb ik er een rood touwtje bij, mocht ik het willen switchen. Dus ja, ik ben er echt heel erg blij mee. Jij ook? Ja, wat een mooi doosje. Ja, ik vind het ook amazing. Gaat er met een knopje zo open? Ja. Mag ja, ook wel, hè? Zo'n mooi doosje. Echt hoor. Ik hoop geen ring bij de Hena. Nee jongens, rest van de vakantie. Ook bij brood de en water. Nee, maar we zijn ook nog even lekker naar het casino geweest. We gingen lekker rouletten. Op een gegeven moment gingen we echt wel lekker allebei met roulette. Ja, totdat jij, als jij niet meedeed, vond het lekkerder. Ja, toen ik meedeed, ging het voor Sharon niet zo lekker. Voor mij wel, maar voor Sharon niet. Dus oh ja, al met al. Ga lekker eten vanavond. We gaan eten bij Azzurro. Dat is Italiaans. Dus ja, super, super lekker. Dat zit vlakbij Eduardo's waar we vanochtend waren. Dus, wat zeg jij? Wat zeg jij, maatje? Het certificaatje zit ervan bij. Natuurlijk, grap. Je moet toch wel weten dat het echt is. Maar we kunnen ook eerst nog even... Verder. Wat? Is er een backfly in de zon? Weet niet. Ja? Ja, we kunnen gewoon nog gaan liggen. We kunnen ook gewoon even chillen in de zon. Ja, vind ik prima. Nou, je hoort het, we gaan nog even chillen in de zon. Jongens, we hebben ons klaargemaakt. We gaan nu uit eten. Het is 8 uur. Ik was mijn camera aan het zoeken. Nou, heb ik gewoon in mijn hand. Wat erg. Ah. Maatje. Ja, we gaan uit eten 8 uur. Oh,
En we moesten dus heel lang wachten voordat we dus weg konden. Omdat we dus pas om 8:30 hebben gereserveerd. Want we konden niet eerder. Dus, maar we hebben ons vermaakt. We hebben allemaal TikToks gemaakt. Dus check ze op Rosa Sofia Kolen en Charlotte SP laagstreep. Niemand gaat mee opzoeken. Maar dat mag niet. Go and find her. Because she made like a really cute TikTok about our vacay. En ik heb een nieuwe armbandje om. Wannabe influencer. Heb je het pasje bij? Tuurlijk heb ik het pasje bij. Vergeet het niet. Heb je een mondkap? Ja. Nou, dan hebben we alles, denk ik. Ja, maar ze zijn aan het koken, denk ik. Oh, ze zijn daar op die barbecue nooi. Ja, anyhow. Ja, everybody's looking at us because we are amazing. So we are going. Het is donker die camera. Je ziet toch geen stuk als je dit gaat. Nou, het is ook donker buiten, dus op zich. Sorry, ik heb een beetje honger. Ik heb al een beetje honger. Ja. Ik heb al een beetje honger. Vreet de hele tent leeg daar. Wat zijn je eten? Wat is dit? Ik heb een woordenboek opgezocht zonder dat ik het door had. Ja, we gaan lekker pasta eten. Ik heb er zoveel zin in. En heerlijk tiramisu. En we zijn een beetje moe. Ja, ik ben een beetje over de moeheid. Ik ben ook nu wel een beetje vermoeid. Maar ik voel maar het wel als ik hoor. Heb gegeten dan. Als er dinner dip, dan stort ik helemaal in. Dan liggen we weer in ons bed om 9 uur. Nou, dat denk ik niet. Want we kunnen pas om 9:30 eten. Oh ja. Dus. Dit wordt een 10 uurtje. Het wordt een 10 uurtje vandaag. Dus ja, wij gaan nu lekker eten. Het is 8:00 nu. En wij zijn al een tijdje wakker. Het regent echt weer fucking hard. Hebben wij ook weer. Gaan we op vakantie? Dan regent het alleen maar. Charlotte is dus buiten. Op ons verandaatje aan het facetimen met de boyfriend. Which I do not have. So, ik ga maar tegen jullie praten. Ik heb niemand anders om tegen te praten. Dus ja, we wouden vandaag eigenlijk gewoon lekker een beetje bij het strand hier gaan liggen. Maar ja, in deze regen gaan we niet op strand liggen natuurlijk. Dus we moeten even kijken wat we dan maar gaan doen. Dus we dachten misschien kunnen we even gaan sporten of zo. Ik ben echt snot verkouden. Dat komt door die airco. Ik heb dat altijd. Airco's haat ik echt. Dus ja. Nou ja, goed. In ieder geval. Het is nu dus 8:00. Ik denk dat we zo meteen even lekker gaan ontbijten. En dan daarna kijken. Ik denk dat we maar gewoon gaan sporten. Want het ziet er niet naar uit alsof het beter gaat worden de komende uren. Dus wel even sporten. Maar even kijken wat we kunnen doen vandaag. En of het nog opklaart. Want volgens de weerapp klaart het dus wel eind van de ochtend weer op. Dus ik hoop het maar. Want ik moet echt tellen voor mijn leven. Ik kan niet wit terugkomen natuurlijk. We zijn even aan het kijken waar we vanavond gaan eten. Daar hebben we onze lunch. Daar is onze kamer. En hier is onze lunch. Oh, lekker. Classic. Chippies. Lachen. Waren we voor op het strand? Dus dat gaan we even snel eten en gaan we daarna weer lekker op het strand liggen. Heb je ze? Ik heb ze. Wat goed. Nou jongens, we zijn nog steeds op het strand. Mijn haar, jongen. Wat erg. Dit is net zo erg. Als je dit ziet. En ik ben ook echt groot naar jou. Je bent ook wel zo groot naar jou. Klein. Ik ben hier een beetje klein. En we hebben net. Zal ik die info daar niet sturen? Ja, doe. Hè? Doe. Doe mij. Doe mij. Charlotte heeft een cocktail. Ik heb alcoholvrij. We waren vergeten dat het een happy hour was. Dus ik kreeg er 2. Moet je even de view showen? Heb je dat al gedaan? Ja, meisje. Dit is onze view. Het is al het einde van de dag. Ja, nice. Het is dus al het eind van de dag, dus ja, dat eigenlijk. Dus wij gaan nog even lekker chillen in de zon. En dan gaan we eten. Eten? Nee, we gaan eerst klaarmaken voor het eten, natuurlijk. Dan gaan we eten bij Mumba Beach. Mumba Beach. Nou jongens, we hebben ons omgekleed, want we gaan weer lekker eten. Okay. Het is 7:50. Okay. It's to work. Pitcheck. Ik heb een pakje aan. Deze is van Charlotte. Van Is van H&M.
Heel leuk vind ik hem. Ik ga ook op zoek naar zoiets. Hij heeft een open rug. Oh, dat zien we niet. Nou, we zien nog steeds niet. Heel erg leuk. En dan heb ik deze laarsjes aan van Moshi Amsterdam. Ja, we wachten op je fitcheck. Fitcheck. Leuk. Hoekje van de Nikki. Topje van de Sjaar. Riem van de Pull&Bear. Dr. Martin. Ja, pas op, we zien, kunnen bij je kutten kijken van nu. Soms laat. Nou, we gaan eten. Het heeft lang genoeg geduurd. Ik heb alles. Tuurlijk heb ik de pas. Wie denk je dat ik ben? Oh, ja. Precies. Wacht, laat me even checken of ik erbij ben. Nou, leuk hoor, ja. Als ik mijn portemonnee heb, heb ik hem sowieso, want ik heb hem in mijn portemonnee gedaan. 1, 2. Ik heb hem. Dit! Woehoe! Ik hoop niet dat ik moet poepen. Ga je even laten? Ja, tuurlijk. Huh? Poep is toch een normaalste zaak van de wereld? Okay. Gaan we rechts of links? Links. Oké, dan gaan we links. Ja. Ja, ik heb gewoon een beetje zo. Nee, ik heb gewoon zo'n pakje aan. Ik zie mezelf weer helemaal stressen met dat ding aan. Nee, joh, je doet het strikje open boven, het ritje open en ratcha! Je zit naakt op het wc en kan poepen. Ja, dat is waar. Ja, oké, we gaan dus nu naar de taxi lopen. Doe je nou maïswafels? Ja, ik ruik niet zoveel, sorry, ik ben verkouden. We gaan nu naar het taxi toe. Moet wel plassen, dus dan ga ik daar ook gelijk voor doen. Letterlijk 3 kwartier al binnen, langer. En Roosje beseft nu pas dat ze moet plassen. Ja, ik zat gewoon TikToks te maken en we zijn live geweest. We hebben allemaal leuke dingen gedaan en zo. Dus ja, op zich. En wat is de kop van buren? Ja, eerlijk. Okay. Kijk, dan hebben we geen golfkar meer nodig. Dus hier hebben we gewoon zo'n ding. Dan gaan we daar gewoon de hele week mee rondrijden. Dat is wel. Lekker voor de vangst. Hij houdt nog niet aan. Nou goed, wij gaan eten. Doei. 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 Oh, doei. Blijf staan. Er zit geen zand. Dat kan ik gewoon niet doen. Nou jongens, dit ziet er heel beloofd uit. Er zit helemaal niks in, werkelijk. Nee, er is gewoon een knoop ingelegd. Ja, lekker. Zou het heet zijn? Ja, dat denk ik wel. Kom even naar de babbelknoei. Ja, waar ga je dit nu neerleggen dan? Je moet toch afhalen? Het is een leuke poep, denk ik. Ik heb het hoor. Nu gewoon zo. Oh ja, slim. Het is zelf niet scherp, vind ik heel irritant. Wil jij mijn champignon? Weet ik nog niet. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Het is nu 9:10 en wij zijn weer bij Palm Beach. Zo, mijn camera beslaat helemaal. Het is super benauwd, maar wij gaan hier even wat ontbijten. We zijn bij Eduardo's Beach Shack, dat is echt heel bekend hier. Hier hebben we al een keer ontbeten, dat was super lekker. Hadden we acai-bowls, maar ik heb nu een bananenpannenkoekje. Dat is ook super lekker. Ik wacht even op Charlotte, want die is aan het wachten op het eten. Zo, mijn camera beslaat helemaal. Lijp. En dan gaan we daarna bij Eagle Beach op het strand liggen. Maar het is vandaag best een beetje bewolkt. Alleen, ja, het is nog steeds warm. En volgens mij word je dus door bewolktheid heen ook al bruin. Dus op zich. Boeien. En we hebben vanmorgen een excursie geboekt. Oh, heerlijk. Lekker eten. Nou, we liggen op het strand bij Mancebo Beach. En ja, het waait best wel hard, dus ik weet niet of je het horen. Maar in ieder geval, we are laying here. En ik ben moe. En er was net een fucking grote zwarte wolk. En in de verte was het ook aan het onweren. Maar hier is het op zich al gewoon lekker nu. Dus ik hoop dat het ook even lekker blijft. Nou, we zijn lekker aan het lunchen bij Mancebo. Met dit uitzicht. Dat is wel even lekker. Wij hebben de hele dag weer lekker gechilled. En ons klaargemaakt om te gaan zo eten. Ik heb eventjes een crème op mijn lip gedaan. As you can see. Want mijn onderlip is dus verbrand vandaag. En dat doet echt het hand toe veel pijn. Dat is normaal. Even een crèmetje. Erop gesmeerd. En wij gaan lekker eten. Weer bij dat Asia Lounge. Dit is wat ik aan heb. Mijn gezicht is rood.
Nee. Ja. Zo, mijn haar is weer pluizig. Body is Nazar. Broekjes van Levi's. En dan heb ik deze blazer, die is vintage. Erbij aan voor als we binnen zitten. Want het vorige keer was het best wel koud dat we daar binnen zaten. Mm-hmm. En die airco stond er best wel hard aan. En ik ben al verkouden. Dus eventjes een beetje een blazertje. En jij hebt? Jurkje van Nazar. Hey. En de Docs. Dus. Nou. Dat dus. We gaan lekker eten. En een beetje op tijd weer terug zijn, denk ik. Want morgen hebben wij een Jeep safari. Dus dan moeten we best wel vroeg zijn. Dus we willen een beetje op tijd slaapje kunnen doen. Zaterdag. En het is nog heel vroeg. En wij hebben ons klaargemaakt. Maar goed. Mijn lip is super verbrand. Ze is enorm opgezwollen. Lijp. En ik ben verkouden. Maar dat is het wel. Wij hebben een excursie vandaag. Een soort jeep safari. Dus het is nu 7:15. We gaan zo even ontbijten. En dan gaan we daarna... Het is gewoon een jeep safari. Ja. Het is nog vroeg. En dan gaan we lekker even leuke dingen doen. Yay! Nou jongens, het is een hele bumpy ride. Normaal. Nou jongens, we hebben er een hele jeep safari op zitten. En we zijn nu... Liddy. Oh. En wij zijn net lekker gedoucht en wel. En we hebben lekker pizza besteld bij de Pizza Hut. Goed, dus komt dat binnen enkele minuutjes. Ik heb eigenlijk niet heel veel gefilmd met mijn camera. Want het was echt niet mogelijk om mijn camera te pakken de hele tijd om iets te filmen. Ik heb wel wat dingen met mijn telefoon gefilmd. Maar ik moet even kijken of het me lukt om het ertussen te zetten. Aangezien de laatste tijd mijn laptop een beetje raar doet met importeren van mijn telefoon. Dan wordt het beeld zwart als ik het erin wil zetten. Dus als het lukt... Dan hebben jullie beelden gezien. Als het niet lukt, hebben jullie geen beelden gezien. Trouwens. Dat schilderij. Is die kerk waar wij geweest zijn? Dat weet ik niet. Maar dit is wel die kerk. Ik heb er een foto van. Hè? Dit is wel ik die kerk. Ik heb hier een foto van. Ja, het is hem wel. Kijk hem hier. Oh, ja. Ja. Maar het was dus echt heel leuk. De tour. We hebben echt heel veel gezien en gedaan. We zijn naar Baby Beach geweest. Naar de Natural Pool. Ze hebben door dat Arikok gereden. Wat hebben we nog meer gedaan? Oh ja, naar Natural Bridge zijn we geweest. Lighthouse. Ja, dan naar zo'n kerkje. Zijn we nog geweest. Oh ja, nog naar een cave inderdaad. Oh ja, naar zo'n soort gold iets. Ja, die ruïne. Een ruïne. Dat is niet zo bijzonder. Het is gewoon een paar muurtjes bij elkaar. Maar dat was echt heel erg leuk. En lunch. Oh ja, en lunch is er ook bij. Ja, volgens mij ook. Dus ja, het was een drukke dag, maar wel leuk. En nu wachten wij lekker op ons eten. Yay! Eten! Het is vandaag zondag. En het is vandaag onze laatste volle dag. Morgenavond flying by home. En we hadden echt fucking gedoe met het testding. En die mensen bij Tui, die waren nou niet per se bereikbaar. Dus... Boek geen vakantie bij Toei. Het wordt gewoon niet op onze berichtjes gereageerd. Het is fucking irritant. Dus nu hebben we zelf weer wat soort van uitgezocht. En gaan we gewoon vanavond ergens heen. En dan gaan we in de hopen dat we daar terecht kunnen. Maar ook fucking doen. Want die chick van Toei die had dus een aantal van tegen ons gezegd. Van ja, je kan nu gewoon op testen en dan is je geldig. Maar op de site van Toei en in het bericht van Toei staat 24 uur voordat je vertrekt. Ze heeft het over PCR, sowieso. Of zij heeft het over inchecktijd, want ze had het over inchecken. Zo heb ik het gewoon in Nederland heb ik het ook niet zo gedaan. Nee, het is gewoon 24 maar uur. Maar in Nederland PCR, dus dat is wel nu wel anders. Ja. Gewoon 24 uur voordat je, voordat je vliegt moet je gewoon testen. Ze zegt nee, je kan nu al testen, bla bla, fucking doen. Dus ons hotel heeft sowieso geen plek meer.
En die gaat ook om 2 uur 's middags dicht, dus nice. Dus we gaan nu ergens anders vanavond om 5:45. Want, en dan moeten we ook echt nog hopen dat we dan terecht kunnen, want zij gaan om 6 uur dicht, hè? Dan gaat het om 5:30. Maar wij niet dat ze over een kwartier moeten. Nee, als ze dat doen, dan... Dan... Ik kan me echt niet voorstellen. Nee. Als ze dat doen, ja, steek die hele tent in de fik. Goed, wij gaan nu lekker op het strand liggen. We hebben net ontbeten en we gaan nu lekker op het strand nog even tenieren. Het regent. Oh my god. Oh my god. Het regent zo hard, jongens. Het is echt niet normaal. Er heerst echt een vloek op. Er heerst echt een vloek. Echt een buitenkant. Jezus, jongens. Het zit ons echt allemaal niet mee. Het regent. Echt gezeik. Love life. Ja, wij hebben letterlijk deze hele fucking vakantie bijna alleen maar regen gehad. Gisteren bij National Pool regende het ook. Ja. Vandaag regent het. We hebben denk ik echt maar, we hebben volgens mij maar 1 dag gehad dat het de hele dag niet regende. Nee, meer. Ja? Ja. Dat het helemaal niet regende. 3 keer regen gehad. Nou jongens, we zijn lekker eventjes aan het lunchen. Beter. Het is nu wel een beetje aan het waaien en een beetje een klein beetje wolk. Maar de zon heeft wel de hele schenen. Nou, we zijn lekker uit eten. Oh, we zijn dus lekker bij Johnny's. We gaan niet weer $10. We gaan niet weer $10 beladen voor 2 glazen water. Yes. Yes, thank you. Dus we zitten bij Johnny's. Kijk, het meisje. Helemaal de haartjes gekruld. Helemaal fleek. Ik vind het mooi zitten hoor. Helemaal uit alweer aan deze kant. Ja, maar ik vind het wel mooi. Oh ja. Ik weet niet waar dat op in. Ik weet het ook niet. Ik vind het wel mooi zitten. En kiss me. Yes, het is niet. Ik zie er helemaal verslagen uit al. Normaal iemand de kleur. Ik heb wel in de zon wel. Ja, lekker. Maar hij is nog maar heel even in de zon en daarna gaat het de schaduw al. Kan je dat? Ja. Dan gelijk moet ik even een beetje mee. Ja, en ik zeg maar nu echt. Ja, het is nog maar, het is pas 6:30. Ja, maar de UV is echt... Kut. 1. Oh, oké. Okay. Nou, goed. In ieder geval, we gaan lekker eten. Okay. Nou jongens, we zijn inmiddels alweer terug. Ik heb het eten helemaal niet gefilmd. Wel. Ja? Oh, nee, ervoor. Ik heb ervoor volgens mij inderdaad veel maar niet eten. Ik weet het niet eigenlijk. Wij zijn weer terug. Het eten was lekker. In dit denk ik dat je echt veel bruiner dan dat je eigenlijk bent. Ja, klopt. Okay. Ja. Maar goed, wat ik aan had vanavond was een jurk van de Zaar. Zaar. Van de Zaar. Een hele mooie, okay, lange jurk met een splitje. Die van jou is ook van de Zaar, neem ik aan. Vraag natuurlijk. Dus dat was de outfit op de night. En nu gaan we lekker inpakken. Nou, de koffers zijn bijna ingepakt. Yay. Morning, today is Monday. And today we are leaving. But first... Eerst gaan we nog even testen. Het is nu 7:07. We zijn om 8:00 terecht. Dus dan gaan we die kant op. Oh, deze is verbrand. En dan gaan we daarna gelijk ontbijten. En dan gaan we daar nog even lekker bij het zwembad liggen. We moeten om 10:00 uitchecken. Maar we worden pas om 2:00 opgehaald. Dus... Gaan we wel eerder uitchecken. Ja, dat denk ik ook wel. Gewoon als we terug zijn van het ontbijt, gaan we lekker uitchecken. En Julie is nog even haar haartje aan het doen.
Charlotte. Mijn lip is helemaal kapot omdat mijn lip was verbrand. Dus ik blijf hem maar smeren. Maar het heeft gisteren wel een beetje geholpen, dat smeren hoor. Ja, maar op zich ook wel. Alleen die blaasjes doen gewoon nog pijn. Ja, het doet nog wel pijn, maar bij mij zie je die blaasjes niet meer. Nou, nou, bij mij, mijn lip valt er bijna af. Smeren voor mijn leven, grap. Maar goed, ik heb nu lekker bio bikinietje aan. Setje is van de Zaar. En dan heb ik hier nog even een aantal dingetjes voor bij het zwembad vandaag. En dingen. En dan hierin mijn vliegoutfit. Is dat wat de dag, Gerra? Mijn vliegoutfitje. Dus ja, en dan is dit nu mijn koffer. En daar moet dan dus zometeen nog dit bij. En verder hoeft er eigenlijk niets meer bij in mijn koffer. Wat? Alleen van wat ik nu aan heb en wat ik op het strand of bij het zwembad gebruik. Those are the only things that need to be in there. Nou jongens, we zijn in Oranjestad maar weer gaan shoppen. Aangezien het regende. Het is niet heel lekker ten weer, dus we zijn nog maar even stad in gegaan. En I've had some things. Ja, ik dacht, joh, laatste dag vakantie. We hebben nog niet genoeg geld uitgegeven, dus Rosa dacht. Ik heb een zonnebril gekocht en schoenen. Ik zal het straks laten zien als het kan. Zonnebril kan ik sowieso even laten zien. Dus, nee, denk ik ook niet, maar ik heb er wel een foto van. Ik kan wel een foto laten zien. Nee joh, doe even normaal. Wat is dit, een pijpje? Ja, dit is een pijpenkop. Van mijn kut. Grappig. Oh. Jawel. Oh, je zit er wel. Dus die zijn het. Het was heel leuk. Die zat ook wel gelijk. Ah. Charloes, hoe gaat mijn zonnebril eruit halen? En ik ga dus mijn andere Gucci zonnebril verkopen. Dus mocht je interesse hebben, stay tuned, want ik ga hem verkopen. Ik moet nu namelijk even... Was je er maar bij? Ja. Zag je dan altijd dezelfde kleur? Ja. Oh. Ik moet geld weer verdienen, jongens. Dus... Koop het. Dit is hem. Leuk hè? Handje ervoor? Nee, je moet hem even opzetten. Ja. Het is niet zo'n standaard Gucci bril die iedereen heeft. Ja, iedereen heeft die met dat... Met dat aan de zijkant, zo'n logo. Rood en... Wat? Ja, met rood en groen, weet je wel. Oh ja. Ja, of met die sterretjes aan de zijkant. Ja. Het is gewoon even, ja... Een cool montuurtje. Dus die heb ik gekocht. Blokjes. Lekker blokjes. En wij gaan zo even kijken of we ergens kunnen eten. We weten al waar we gaan eten. En dan gaan we daarna maar eens richting het hotel weer. Kan de muziek wat zachter? Ik kan de drillboer even kappen. En dan gaan we strak naar huis. Nice angle, babe. Hi guys, welcome back to my channel. So today is Monday. And I am at the airport because I'm going home. And my friend, who's not my friend anymore because she is not giving me attention. So nu tot we kunnen worden. Wat over drie kwartier is. Iets langer. Deze grijs op jouw gezicht maat. Oké, ik wil jullie terug. Nou ja, nu ik hier toch zit, nog drie kwartier moet wachten en geen vrienden meer heb om mee te praten omdat al mijn vrienden bezet zijn. Ik wil jullie even mijn nieuwe schoenen laten zien. Dus even hierin. Ik had ze even uit de doos gehaald, omdat je dus vanuit Aruba naar Nederland kans is dat je kosten moet betalen. BTW. Dus dat ga ik niet doen natuurlijk. Ik vind dit wel de leukste. Ja, nee. Ze zijn dus twee verschillende. Schoenen stinken altijd. Hier, en dit is dan dus de ander. En daar zit 25. Waarom staat hier 25 op? Weten we dat? Dus dat was iets aan het uitleggen, toch? Gucci bestaat zo jaar. Ja, Gucci bestaat 100 jaar. Nee. 100, jawel. 1921. Jawel. Ja, maar die 25. Het favoriete getal van de. Oh, van de designer van de schoen. Klopt, ja. Dus ja. Ja. Dat is de schoen. En de zonnebril had ik al laten zien, toch? Dat dus. Nu gaan wij even chillen. En zo meteen naar huis. Oké, jongens, we zijn nu op Curaçao. We dachten namelijk, we pakken nog even een weekje vakantie. Nee.
Wassenaarsfeest. We hebben hier een overstap. Dus iets minder leuk dan een vakantie. Ik heb je blik ook maar. Als je, ja. Nee, fijn. We hebben Reese's gekocht. Dus dat gaan we lekker opeten. En over een half uurtje of zo moeten we worden. En dan gaat de rest Taste test. Dan gaat de rest van de zitting weer door. Nu niet echt een zitting van. Slecht voor het milieu. Ja, slecht voor het milieu dit. Zullen we helemaal naar pinda gaan? Heerlijk. Het was letterlijk van Aruba naar Curaçao. 18 minuten vliegen. Maar ook ik. Ja, lijp. Waarom is het zo dubbel verpakt trouwens? Ja, ik vind het echt niet goed voor mij. Ik ben ook helemaal zacht. Maar wel lekker. Ja, wel lekker. Doe mij er ook nog maar in. Kijk eens aan. Deze is toch? $16. Nou jongens, ik ben weer terug. Oh my god. Het is nu dinsdag. Oké, mijn camera is even leeg. Maar goed, mijn vader heeft net opgehaald van Schiphol. Ik heb echt bijna de hele vuur geslapen eigenlijk. Maar zijn even tanken snel. En mijn vader gaat even drinken en eten voor mij halen. Want ik hoor. Dus even naar huis rijden. En dan thuis lekker chillen. Ik heb echt zo'n leuke vakantie gehad. Het is ook zo snel gegaan. Het is echt niet normaal. Voel ik de wissel als voorbij. En ik wil weer op vakantie. Ik ga bij deze ook alvast vlog afsluiten. Want ik denk dat ik thuis toch niks meer ga filmen. En vakantie is in principe ook voorbij nu. Dus ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik weet eigenlijk helemaal niet meer of ik heel veel heb gefilmd of niet. Maar ja, dat weet ik eigenlijk niet of ik echt heel veel leuke dingen heb gefilmd. Maar goed, we gaan het in ieder geval zien. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen. Te abonneren op mijn kanaal om me te volgen op Instagram. En dan hoop ik jullie in de volgende video weer te zien. Doei doei!